En vandaag bij de aanvang van zijn jaarrede is de president meteen met de deur in huis gevallen in de Nationale Assemblée. Het staatshoofd hield het parlement voor dat dit jaar zijn jaarrede voor het te voeren beleid in 2017 anders van opzet zou zijn. Volgens het staatshoofd heeft de regering door gebruik te maken van de financieel-monetaire maatregelen van het IMF ook gekozen voor het strakke regime van het Internationaal Monetaire Fonds. De kritieke sociaal-economische situatie van ons land gaf ons weinig andere mogelijkheden om op relatief korte termijn en op effectieve wijze middels efficiëntie en structurele hervormingen de economische neergang te keren en deze tegelijkertijd om te zetten in duurzame ontwikkeling. Dat wil zeggen, omzetten in een structurele economische groei geïntegreerd met maatschappelijke stabiliteit. De maatregelen van het IMF zullen met de nodige discipline door de regering uitgevoerd worden en deze zullen pas met de nodige offers van ons allen over een jaar of twee beginnen te leiden tot de gewenste resultaten voor onze toekomst. Het staatshoofd gaf aan dat wij als volk geen gemakkelijke weg te gaan hebben. President Bouterse haalde verder aan dat er reeds tijden belastingachterstanden zijn die versneld geïnd moeten worden. Zo zullen bedrijven opgeroepen worden om hun belastingachterstanden te betalen tegen kortingen van 25%. Bij een belastingachterstand in vreemde valuta kan deze in Surinaamse dollars afgekocht worden, maar dan met een opslag. Ten slotte zal voor het gemak en voor de effectiviteit de Belastingdienst een online portaal instellen. De regering neemt hierbij de vrijheid, mevrouw de voorzitter, om via u de gehele Surinaamse bevolking te bedanken. De regering verzekert de bevolking dat zij in deze niet teleurgesteld zal raken. De regering geeft uw volk van Suriname ook de verzekering dat dit dienstjaar lichtpunten te zien zullen zijn en verlichting zal voelbaar zijn. Geef de moed niet op. Wij geven dit land niet over. Wij zullen samen met u de problemen die op ons afkomen, samen zullen wij die overwinnen. Mag ik nogmaals op u een beroep doen om dezelfde geduld, dezelfde nationale opstelling door te zetten opdat de oplossingen spoedig voor ons allen kunnen komen. Aldus president Desiré Delano Bouterse vandaag bij het uitspreken van zijn jaarrede voor het dienstjaar 2017.